Leuk dat je kijkt naar deze video. Dit is deel 2 van de kadertraining bij Alex van Silvoud, de nieuwe bondscoach. In deze video zie je de training en hoe we er naartoe gaan, dat we aankomen, dat allemaal. Ik wens jullie heel veel plezier bij het kijken naar deel 2 van de kadertraining bij Alex van Silvoud. Hoi, ik ben Jill Huibrecht en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlog geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Nou, we zijn onderweg. En ik heb net even een stuk niet gefilmd volgens mij, want haast again. Maar oké, met dit soort momenten is het wel beter of fijner om een beetje haast te hebben dan dat je moet gaan zitten wachten. Dus ik heb even gauw graaf gereden en afgezadeld, match gepakt en in de vrachtwagen gezet. En daar zit ik nu nog steeds, dus er is niet echt iets spannends gebeurd. Jullie hebben niks gemist. En ja, nu gaan we dus naar Lunteren. We gaan naar Stal van Silvoud in Lunteren. Daar gaan we trainen met Alex van Silvoud, want dat is onze nieuwe bondscoach. En Rien van der Schaft, die is er ook bij. Dat is de seniorenbondscoach. En ja, ik ben benieuwd hoe het wordt. Het zal allemaal wel goed komen natuurlijk. Ik ben er nog nooit geweest, dus wel in Lunteren, maar niet bij van Silvoud. Dus ik ken wel Alex en ik ken Rien al. We hebben natuurlijk... Het wereldje is best klein, dus Alex heeft ons ook al een keer geholpen toen Wim niet kon in Hagen, een paar jaar geleden of zo. En ja, ik ken Rien ook al best lang, omdat Romy natuurlijk ook U25 heeft gereden. Dus ja, het zal wel gewoon gezellig en chill worden. En hopelijk doet Macho een beetje zijn best, maar dat zal ook wel goed komen. Dus wij gaan nu nog even een half uurtje precies rijden en dan zijn we er. Nou, we zijn er. Ik zie Maxime de vrachtwagentje en deze van Anne. Hopelijk passen wij er nog bij. ja, dus we gaan even parkeren. En hier is de buitenbaan hier meteen voor. Dus oké. Nou, we zijn even binnen wezen kijken. Even we gaan kijken binnen. En nou, hier is dus inderdaad de buitenbaan. En daar is het hele gedoe. Ja, ik ga opzadelen, want... Het is altijd om op te zadelen. En Anne was aan het rijden. Ik ga nu gewoon opzadelen en dan ook even losrijden. En bam. Hé hey, jongen, ga je goed doen? Ga je goed doen vandaag? Zal wel. Zie je hoe mooi zijn hoofdje blinkt? De handdoek. Zo. Hoofdstel aan, pom op. Hé, hey, niet weglopen. Kom eens hier jij. Hij heeft net al 6 suikerklontjes op en 3 koekjes. Of zo. Maar je wil altijd koekjes eten. Vanaf het moment dat hij in het vrachtwagentje staat, totdat hij weer thuis is, is hij daar druk mee. Koekjes eten. Ja, maar als hij echt gestrest is, dan... Nee. Maar hij is niet zo gestrest. Hé, hey, kom zie jij. Ja, dat vind ik wel lekker. Geen koekje. Echt die schuim. Zo, hij zal daar wel een energiebom zijn met al die suiker. ADHD-paard. Ja, kan de deur open? Ja. Deurtje open. Hallo.
Nou, Jill is aan het losstappen. En Alex staat daar in het hoekje. Die is aan het lesgeven met de vorige. Af gaan meten en niet aan het gevoel van controle. Dat zag je, hè? Heel mooi. Zo goed. Ademen en de lijn. Dit is prima. Kijk eens aan. Zo. Hou hem weer geven. Blijf erbij. Super mooi. Hier. Juist. Dat wordt goed gezien. Zitten. Doorgaan. Ja. Want ik zie jou blijven. Hoe komt dit dan? Maar het is ook jezelf ook eens een moeilijk stukje heen zeggen. Hè? En wat ik straks al zei, ik snap het aan alle kanten, maar je hebt het. Dit gaat hem dan. Vaak. Zo, ja, goed zo. Dit zag. Blijf er even aan het doorhouden. Hier, kopje omhoog. Ja. Voel je dat dan meteen weer verbeterd in dat net niet gelopje wil hebben? Houd strak. Blijf zacht. Houd voor je. Goed zo. Hand veranderen. Drie wisten het over weer. Oh jee. Nou kun je ook voelen dat die spanning uit het lijf gaat, hè? Dat die gewoon zit op je sneeuw. Dit is goed. Hij deed niks verkeerd, maar je moet hem gewoon rollen. Je moet hem opnemen. En dezelfde pas deed ik hem heel kort op, dat hij niet te groot wordt. Maar hij werd op een gegeven moment heel mooi. Ja, heel mooi wordt hij te groot. En dan is hij er. Gaat je? Afgedaan. Uitstrekken, niet missen. En dan nog een keer. Zeg, het is heel makkelijk.
Juist. Daar. Voel je zo? Dat moet goed voelen, dat kan niet anders. Je blijft hem in positie houden, hè? Dus dat je hem niet naar voren laat bukken, maar dat je hem tegen die hand kan loshouden. Goed. Zo mee. Prima. En dan sluit je hem een keer een pasje door. Een paar passen passage zo. Klein naar boven houden, hè? Laat hem niet inbukken. Zo. Op naar boven. Dit. Goed. Mooi los voor je. Ja. Mooi. Prima. En draag hem de weer uit. Zo mooi ontspannen mee. Goed. En door. Juist. Zo mee. En weer een keer hetzelfde. Opnemen. Hou voor je. Goed. Opnemen. Kijk. En laat hem eruit. Super mooi. Heel braaf, dat is mooi. Hand veranderen op de diagonaal hetzelfde. Blijf tegen die hand aan. Mooi. En recht. En opnemen. Goed. Laag, recht, klein. Ritme en piaf. Ja, goed zo. Zo, uit de hoek nog een keer. En dan klein en snel doorklikken, hè? Dat die vlugger gaat worden, dat die meer aan gaat sluiten. Los in je arm. Ga er maar uit, klasse. Voel je hem? Nu was die pas dragend in plaats van stuwend. En weer. Klein en snel in je hand en klik hem door. Kleiner, klikken. Blomen eruit, super. En ik zou niet meer dan 4-5 pas willen pieferen, ja. Omdat die... Elke keer, dan begint hij, of elke keer, nu begint hij dus aan te sluiten, maar na 3-4 passen voel je dat achterbeen wat verdwijnen, hè? Dus dan doe ik liever 10 keer 3-4 passen om de paar passen, dan dat ik hem 15 passen laat staan en hij wordt steeds langer en stuwender. Duidelijk? Dit lossen. Dit is goed. Daar is hij super braaf. Via. Klein worden. Ja, en via. Via. Stop. Hardoor. En eruit. Lonen. Mooi. Prima. Nog één keer. Piaf. Adem in die hand. Door de nek. Door. Kom maar. Nu. Niet te lang wachten. Piaf. Stop. Ja. Ga er maar uit. Licht rijden. Op lengte schuiven. Genoeg voor nu. Zo. We zijn weer onderweg. Ik heb even mijn haar omhoog gedaan, want het was allemaal wild. En ik zit een beetje uit te hijgen hier. Het was wel heel leuk en Rien was het niet. Ik weet ook niet wat daar het idee van was, wel niet. Hij is natuurlijk bondscoach van senioren, maar er stond dat hij er ook bij zou zijn. Dus ik heb jullie niet voorgelogen. Maar in ieder geval Alex hebben we bij getraind. En ja, het was heel leuk en leerzaam. Dus weer genoeg om te trainen. We hebben eigenlijk van alles wel een beetje gedaan. Ik moest ook heel hard. Daarom heb ik nu een blaar op mijn knie. Maar dat maakt niet uit. Linksafslag. Ik ben stoer. Ja, we zijn dus alweer onderweg naar huis. Over een uur zijn we thuis. Dus een uur rijden. En Matjo zal ook wel moe zijn. Die heeft morgen lekker vrij. Dus ja. Zo, kleppie open. Hey Mats. Leef je nog? Je nog? Gaat u maar. Hé, hey, Mila! Wat wil je nou aan het doen? Oh. Dit is een houtje. Wat moet ik ermee doen dan? Dat dus. Ja, en weer. Nou, Graafje en Ens, die gaan nog even in de molen. En Macho mag even uitrusten, want die komt echt net thuis. Dus die hoeft niet meer de avondroutine, zeg maar. Maar zij zijn natuurlijk thuis gebleven, dus die gaan nog even wandelen. En dan krijgen ze nog hooi en zo. En ik ga nu gewoon naar huis met mama. Want dat doet Jente dus, waar ik laatst over heb verteld. En ik ga nou deze video editen. En hopelijk ASAP online zetten. En ja, dat ga ik doen. Dus ik ga ook naar huis. Nou, ik ben weer gewassen en gestreken.
Het is 8:00, dus ik ben weer thuis natuurlijk. Dat zie je, dit is geen stal. Ik wilde nog even zeggen, voordat ik de vlog ga afsluiten, dat het programma van het Paarden YouTubers Live Event bijna klaar is. Dus het is echt super cool geworden. En het komt dus ook echt in deze dagen online, zodat jij het ook gewoon kan bekijken. En als je dus nog twijfelt of dat je een kaartje moet kopen of niet, dan kan je zeker even kijken naar het programma. En het is echt een afwisseling tussen fun en educatie. En ja, je kan zelfs meedoen aan sommige demo's. Dus het is echt van alles wat. En ik denk dat het echt gewoon super gaaf gaat worden. En ik hoop dat ik jullie daar natuurlijk allemaal ga zien ook. En dat is ook natuurlijk super leuk, want we hebben heel veel tijd uitgetrokken voor de meet and greets en de Q&A. Dus het wordt sowieso echt super cool. Dus hou even goed in de gaten of het programma al online is. Ik zal het zeker nog even zeggen op social media, zodat het zeker niet aan je voorbij gaat. Dan wil ik je nu weer bedanken voor het kijken. Tot de volgende video. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.